Een hele goede morgen, lieve YouTube-kijkers. De beste wensen en een gezond 2022. Jee. Goed, zonnemorgen. We zijn er weer. Eerste rondjes weer gelopen in het nieuwe jaar. Ik wou meteen bij zeggen, het voelde vandaag minder goed dan van de week. Ik heb woensdag en vrijdag gelopen, afgelopen week. Ik had die niet op YouTube gezet, omdat ik eigenlijk over zondag praat gehad. Maar ergens zit ik er toch wel over te denken om ze wel eventjes op YouTube te zetten. Om de dood eenvoudige reden dat het gewoon leuk is. Meer niet. Meer niet. Maar het is vandaag gewoon, ja, ik weet niet. Het viel een beetje tegen. Qua tijd, weet ik niet. Qua weer, was goed, prima, niks mis mee. Wat dan wel? Ik weet het niet. Maar goed, misschien ook wel het feit dat je nu in één keer, drie keer in één week dit gaat doen. Natuurlijk ook een heel klein beetje met de dagen natuurlijk, feestdagen. Zoals gezegd, toch iets aangekomen. Helaas, maar goed, maakt niet uit. En ja, ik denk dat een beetje. Nou, morgen gaan we natuurlijk weer werken. Dus dan komen we weer in actie. Hopen dat we morgen een positief bericht krijgen vanuit het de overheid dat we weer mogen gaan sporten, dat de buitensporten weer toegestaan mogen worden, kunnen we weer gaan voetballen, dan kunnen we weer lekker aan de gang. Ook dat scheelt natuurlijk. Hoe je het ook bent of verkeerd, dat is altijd, altijd lekker, altijd goed, sporten. Nog steeds een beetje onbegrijpelijk waarom dat waarom sporten, dat we dat niet meer mochten in de lockdown. Nog steeds een maffe keuze, maar goed. Het zij zo, daar hebben we allemaal mee te maken, helaas. En daar moet je mee omgaan, zeggen ze dan wel eens. Nou, het enige waar ik mee om kan gaan is dat ik dan toch ga hardlopen. En dan bij het hardlopen natuurlijk ook de oefeningen. Voor de benen. Tijdens het lopen natuurlijk de onderrok en de dips die ik dan doe. Ieder rondje. Dus ja, op die manier probeer je dan toch een beetje bezig te zijn en te blijven. Conditie. Ja. Dan worden we natuurlijk ook een jaartje ouder. Uiteindelijk. Want dat gaat ook gewoon door. En ja. Dus we moeten even gaan afwachten wat nou gaat worden na morgen. De persconferentie wat we na 14 januari allemaal mogen. Of nog steeds niet mogen. Ik hoop in ieder geval dat ze langzaamaan in de gaten krijgen dat de Omicron wel besmettelijker is, maar niet dodelijker is, om het zo maar te zeggen. Maar dat gold uiteindelijk ook voor de Delta variant. Daar begonnen ze ook helemaal hyper over te horen. De Delta variant is besmettelijk. Het zijn er uiteindelijk in verhouding minder doden doorgekomen. Zover ik dat kunnen meekrijgen dan de allereerste echte daadwerkelijke corona besmettingen. Dus ja, en als dat wat ze zeggen, dat Omicron een gemuteerde versie is van de Delta en dat die eigenlijk alleen maar afzwakt en dat er dan daar weer een andere mutatie komt die dan ook weer afzwakt. Nou, dan houden we dadelijk een verzwakte corona over. En dan zal alles weer gewoon normaal zijn gang moeten gaan hebben. Mag ik aannemen. Maar goed, daar zijn dan zo gezegd de wijze heren voor. Die dat dan zouden moeten gaan bepalen. Ik hou maar het vast. Goed. Uiteindelijk, we zijn weer thuis. We hebben het weer gehad. De zondagmorgen zit er weer op. Tenminste, qua lopen. Zondagmorgen praat je het weer op. Ik zou in ieder geval zeggen, heb je deze video ook weer leuk gevonden. Ik weet niet wat er met de rest is, maar goed.
Zou dat maar zien. In ieder geval, blauw duimpje omhoog. Even abonneer op de kanaal. Dan zie je volgende week zondag weer terug. En dan hopen we met wat meer info te komen natuurlijk. Met betrekking tot het sporten. Ik zou zeggen, ciao.